Hoi hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Judith en in deze video neem ik je mee op cruise. Patrick en ik hebben een Middellandse Zeecruise geboekt. We gaan 12 dagen varen met de MSC Magnifica. Het is voor ons allebei de eerste keer dat we een cruise gaan maken. We hebben er ontzettend veel zin in. We zijn ingescheept in Barcelona en we varen naar Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Madeira, Malaga, Marseille, Genua en terug naar Barcelona. 7 steden in 5 landen in 12 dagen. Bij het inschepen hebben we een persoonlijke cruisekaart ontvangen. Op deze kaart staan onder andere de naam van het schip, de cruisedata, de plek waar we moeten verzamelen voor het geval we tegen een ijsberg aanvaren en het dek. En het hutnummer waar we verblijven. Je moet de cruisekaart altijd bij je hebben. Je hebt hem nodig om je drankjes te betalen, aankopen te doen in een van de winkels, te gokken in het casino, bij de spa, maar ook om van het schip af te gaan en om het schip weer op te kunnen en om de deur van je hut open te maken. We hadden een binnenhut geboekt. Vanwege de prijs, maar ook vanwege het feit dat wij deze boot zien als vervoermiddel van de ene naar de andere stad en we daarom niet veel op onze hut zullen zijn. Nu hebben we een upgrade gekregen naar een hut met een raam. Wel een raam met beperkt zicht, want er hangt een soort van reddingsboot voor, maar we hebben licht en we kunnen buiten kijken en, nog een pluspunt, deze hut is groter dan degene die we eigenlijk geboekt hadden. In de hut ligt het daily program, een soort flyer die je elke avond krijgt voor de volgende dag. Hierin staat informatie over de volgende bestemming, mogelijke excursies, aanbiedingen, wat er allemaal te doen is aan boord en wat de dresscode voor die dag is. Voor het ontbijt gaan we naar het buffetrestaurant. De keuze is er reuze. Het buitenzwembad is een heerlijke plek om te relaxen op een zonnige zeedag. Het animatieteam organiseert bij het zwembad allerlei activiteiten, van aerobics tot dansles en allerlei spelletjes. Daar krijg je dorst van. Naast het buitenzwembad is er natuurlijk ook een binnenzwembad met 2 whirlpools. Lunchtime. Hiervoor gaan we naar het buffetrestaurant. Bij dit apparaat kun je tegoed op je pasje zetten waarmee je op de hele boot kunt betalen. Dat kan contant, met pin of met creditkaart. Bond Street is de place to be als je wilt shoppen. Je kunt er van alles kopen, van tassen, kleding en juwelen tot allerlei artikelen met het MSC-logo. In de spa vind je de kapper, de sauna, kun je terecht voor een massage of een gezichtsbehandeling. En naar de sportschool. Voor een lekkere sigaar moet je in de Cuba Lounge zijn. En om in alle rust een boek te kunnen lezen, kun je in de bibliotheek terecht. Naast het buffetrestaurant, waar je zowat de hele dag kunt eten, mogen wij ook dineren à la carte bij restaurant Quattro Venti. De porties zijn niet heel erg groot, maar je mag gerust 2 hoofdgerechten bestellen of een extra toetje. Daarnaast is er nog een Aziatisch specialiteitenrestaurant
Daarvoor moet je extra betalen. Daar zijn wij natuurlijk te zuinig voor. 'S Avonds is er ook van alles te doen aan boord. Zo kun je naar het theater, een potje bowlen, gokken in het casino of een drankje doen in een van de bars. Ook organiseert het animatieteam 's avonds een show, maar daar vinden wij niet veel aan. We waren met een Italiaanse rederij, is ideaal voor pizza-liefhebber als ik. Het zit erop. En wat hebben wij genoten? We hebben leuke steden aangedaan en de boot was fantastisch. Het eten was prima, ondanks de reviews die we van tevoren gelezen hadden. Waren we toch een beetje sceptisch, maar niks te klagen hoor. Ook het personeel was erg vriendelijk. Activiteiten aan boord meer dan voldoende, alleen 's avonds was het een beetje rustig. Te rustig naar onze zin. Maar toch weet ik zeker dat wij dit nog eens vaker gaan doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!